Pasen komt eraan. Nog 1 week en dan is het zover. Pasen. De verrijzenis van Jezus. In de afgelopen week ben ik daar voortdurend mee bezig. En vraag aan allerlei mensen: wat betekent voor u Pasen? Betekent dat werkelijk dat Jezus levend geworden is na zijn dood? De antwoorden zijn heel verschillend. Het loopt van het meest ene uiteinde van radicaliteit, van mensen die zeggen: nee, daar geloof ik niet in, dat kan niet. En het gaat door tot de andere radicaliteit. Natuurlijk, dat kan. Jezus is levend geworden. En daartussenin zit een hele variatie hoe men denkt. Het is allemaal een beetje twijfelachtig. Er zijn er maar weinigen die zeggen: het is werkelijk zo gebeurd. Of die het helemaal radicaal ontkennen. Wat moet je daar nu mee? Wat zit je daar met zo'n gedachte? Het is een heel moeilijk onderwerp. Het heeft te maken met geloof. Als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan is het antwoord heel eenvoudig. Dan is hij levend geworden. Jezus was niet alleen mens, hij was ook God. En als God is hij het leven. En kan hij ook het leven geven en het leven nemen. Hij beschikt over het leven. Hij kan dus zelf ook weer als mens toch weer levend worden omdat hij God is. Een beetje moeilijk allemaal. Maar of we dat nu gelooft of niet, de hoop klinkt en al die antwoorden toch door van: ja, het zou fijn zijn als we weten dat de mens niet alleen maar hier op aarde verblijft, maar dat hij straks voortleeft. En dat we hoe dan ook elkaar terugzien. En natuurlijk in een heel ander leven. Het is niet meer het leven dat we hier hebben. Maar we leven dan bij God. We leven in Gods liefde. Allemaal grote woorden. Allemaal tastende, zoekende woorden. Maar er zit een heimwee in. Van een verlangen naar eeuwig leven. Na voortleven. Dat het niet afgelopen is met ons leven hier op aarde. En waarom hebben we er zo moeite mee? Omdat we het niet kunnen begrijpen. Het kan niet, zeggen wij, want zoiets hebben we nooit gezien. Ik heb een paasei meegebracht, of liever een gewoon ei. Met paas gebruiken we allemaal eieren. Tenminste, ja. Hier heb je zo'n ei. Nou, als je nou zo'n ei ziet en je weet niet dat het mogelijk is dat hier een kuiken uitkomt, dan zeg je toch: ja, maar dat kan niet. Je maakt mij toch niet wijs dat uit dit ei een levend wezen tevoorschijn komt. Je neemt het pas aan als je het gezien hebt, als je het weet door het meegemaakt te hebben. Nou, dat heb je. Maar zijn pa zei: kunnen we dat wel aannemen nu? Maar iemand die dat nooit gezien heeft, nooit meegemaakt heeft, die zegt: dat kan niet. En zo is het ook met die verrijzenis van Christus. Dat kan niet, zo zegt men, want men heeft dat nooit gezien. Men begrijpt het ook niet, zodat men ook niet begrijpt dat uit zo'n ei een kuiken kan tevoorschijn komen. En dat is heel de oplossing misschien van het grote vraagstuk. We kunnen het niet aannemen omdat we het niet willen aannemen. We begrijpen het niet. En daarmee stopt het. Maar het is vandaag hier een beetje een sombere dag. In de lente, het lijkt wel herfst.
Maar we weten dat de lente weer komt. En dat de lente ons goed doet en ons verwarmt. En dat nieuw leven ons bezielt. En zo is het ook met Pasen. Er blijft toch bij de mens een smeulend verlangen om voor te leven. En dat is de vreugde van het paasfeest, van de paasboodschap. We leven voort. Ik wens u allemaal, op zijn ouderwets, een zalig Pasen.